Van Turtle Beach kregen wij laatst een heleboel headsets opgestuurd. Nou ja, een heleboel, 3. Dat is nog steeds een heleboel. Ja, best wel. Vinden wij. Ja. Maar het waren allemaal PlayStation headsets. Of in ieder geval, ze zijn PlayStation branded. Dus dan denken wij, daar moeten we Daniel voor inzetten voor de GamersNet Gear. Absoluut. Daniel, welkom. We gaan het hebben over de Turtle Beach Air Force Stealth 500P. Ja. Dus dat rolt ook weer heerlijk van de tong. Ja, echt hè. Het is echt, GamersNet Gear is gaande met dingen die niet zo lekker uit je mond rollen. Nee. Maar ja, wat is het? Trap af. Een headset. Wow, holy shit, what the fuck. Wow. Nee, het is een mid-range headset. We hebben er 3 gekregen. De goedkoopste, de mid-range en de duurste versie. Ik heb de middelste geplukt. En die zit dan rond de prijs van... €139 adviesprijs. Dus daar kan, okay. Dat kan goedkoper, dat kan iets duurder. Maar rond die prijs zit die in ieder geval. Mm-hmm. Het is niet het allergoedkoopste, maar wat krijg je er zeg maar voor terug, is dan een beetje de vraag. Het is allereerst draadloos? Het is draadloos, het is 7.1 surround sound. Ja, virtueel neem ik dan aan. Ja. Niet echt met 7 speakers, maar oké. Okay. Hij is geschikt voor de PlayStation 4, PlayStation 3 en het staat niet op de doos, maar hij is ook geschikt voor de PC. Ja, dat is zo'n ding wat PlayStation doet, hè. Als zij zeggen van, je wil een PlayStation headset maken, dan willen we wel dat je PC eraf haalt of zo. Dat schijnt zo'n marketing dingetje te zijn. Goed. Maar het werkt dus wel en ook op je mobiel en zo. Dat mobiel, PlayStation Vita kan ook. Je kan hem mee bellen zelfs. PlayStation Vita kan, als je hem nog ergens kan vinden. Precies. Ja, als je die moet je er even bij kopen. Ja. Krijg je er gratis bij. Dan ligt het bij de budgetbar, ja, PlayStation precies. Vita. Ja. Maar oké, okay, het werkt op een heleboel dingen. Het is in ieder geval draadloos. Hoe werkt het? In hoeverre is het een fijne ervaring om te gebruiken? Nou, het eerste wat je moet doen is hem natuurlijk instellen voor je console. En daarvoor heb je de PlayStation 4. Je krijgt een USB-stick. Met een optisch kabeltje. Die stop je achterin je PS4. Dus die optische kabel gaat... In de USB. En de USB gaat ook weer in je PlayStation. Ja, de USB gaat aan de voorkant van je PlayStation 4. En de optische kabel gaat aan de achterkant van je optische ingang. Okay. En zo wordt zeg maar de draadloze verbinding tot stand gebracht. Oké. Okay. Maar dat is sowieso wel raar dan heb je een kabeltje onder of over je PlayStation 4 lopen. Ja, eigenlijk aan de zijkant. Ja, het ziet er inderdaad een beetje vreemd uit. Ik had gehoopt dat ze het anders hadden kunnen oplossen. Maar je hebt in ieder geval weinig gekloot van kabels. Ja, dat wel. Je kan een kabel in je controller stoppen. En dan kun je ook een microfoon natuurlijk gebruiken. Die is ook afneembaar. Die kun je er gewoon aftrekken. Ja, beter. Want dan kun je tenminste over straat. Ja, terwijl je er niet uitziet alsof je van een andere MI6 of bouwvakkersvereniging bent of zoiets. Blijft hij nog staan? Ja. Hij blijft ook staan, mensen. Dus kun je mooi op display zetten. Dat hebben we bij deze bewezen. En er zitten diverse knopjes. Oh nee, dan moet ik even. De verbinding ging bij mij in het begin heel erg kut. Je moet eigenlijk elke keer hetzelfde soort stramien hebben om hem aan te sluiten. Want ik haalde hem nog wel eens uit mijn PS4 en dan sloot ik hem opnieuw aan. En dan wilde die niet verbinden. Oh, er zit een soort van hiërarchie in wat je moet doen. Ja, precies. Je moet... Eerst dat kabeltje, dan het USB-tje, dan aanzetten, dan op de Bluetooth-knop drukken. Of het was continu was het gekloot. Eigenlijk moet je eerst het kabeltje erin stoppen. Dan moet je hem aanzetten en dan krijg je zeg maar een soort van login. Alsof je een account inlogt op je PS4. En dan moet je zeg maar accepteren van oké, ik gebruik die headset. Okay. En dan zou die moeten doen. Dan schakelt hij over en dan hoor je ook een vrouwelijke stem in je oor van welkom. Of headset shutting on of shutting off. Okay. En er zitten ook diverse knoppen op. Je hebt 2 knoppen aan je oor zitten. Ja, je hebt eentje voor het headsetgeluid. Eentje voor de microfoon. Ja, 2 potmetertjes. Ja. Vind ik eigenlijk wel fijn dat je dat niet in de software van je PlayStation moet doen. Maar precies. Dat je daar eigenlijk, als je gewoon hoort iemand praten hard of dan inderdaad. Duw je even heel snel. Dat werkt ook best wel fijn. Als je doorhebt van oké, de bovenste is voor het geluid, de onderste is voor de microfoon inderdaad. Ja. Dan denk je van, de game staat hier iets te hard of te zacht. Bap, doe je even. En van je oortje zitten, en dat werkt best wel fijn. En als je chips gaat eten, dan heb je natuurlijk ook nog snel om je eigen microfoon te muten. Je hebt een mute-knop en je hebt een preset-knop. Je hebt 4 presets, dus je kunt verschillende dynamieken van geluid kun je natuurlijk instellen. Je hebt, dan moet je even over spieken, vocal boost, bass boost, bass en treble boost en natural sound. Dus wil je wat meer... Verschillen ze echt? Of is het meer dat je denkt van... Ja, het verschilt wel, maar het contrast is niet zo heel erg groot. Natural sound klinkt bij de meeste dingen het fijnste. Daar ga ik ook altijd voor. Ik heb er verschillende games mee getest. Sowieso GTA Online, daar vond ik de kwaliteit echt matig. Hoezo? Ik weet het niet. Kwam het niet vol over? Het kwam niet vol over. Ik had een bepaalde leegte en de radiostations klonken ook niet. Het had geen vol geluid. Maar het is misschien omdat het een wat oudere game is, geen idee. Maar ik heb hem dus ook getest op Trackmania Turbo.
En dat was wel fijn. Die soundtrack is super dik en daar komt de bas echt bass boosted. Precies, en daar komt de bas echt goed tot z'n recht. En dat merk je wel, het middensegment van het geluid komt heel goed tot z'n recht. Oké, dat is beter. Maar is hij heel erg overstuurd? Want je hebt altijd een beetje een bepaald profiel, weet je wel. Een headset is heel erg zwaar op de bastonen, zoals weet je wel, Beats by Dr. Dre is altijd heel erg zwaar op de bas. Terwijl je deze dan ligt andere wel over het algemeen iets meer op de bas. Ja, oké. Dat wel. Maar niet overdreven, zeg maar. Ik vond die balans vond ik wel heel erg goed. Wat wel vervelend is, is dat er een continue ruis in zit. Dus als de game stil is, of je zit in een menu, of je loopt ergens door een stille omgeving of iets, dan hoor ik een continue ruis in mijn oor. Dat kan ook zijn dat je tinnitus hebt. Ja. Je hebt ergens te veel concerten gehad. Daar heb ik ook nog wel eens last van. Maar nee, ik heb het ook opgezocht of ik de enige daarin was, maar meerdere websites hebben dat aangegeven, een ruis in. Ik wou net zeggen, als het draadloos is, dan kan dat ook een stoorzender zijn of zo. Ja. Maar als meerdere media het melden, dan zou ik inderdaad ook wel zeggen van, nou, dan is er misschien toch echt iets mis met die drivers. Ja. En er werd ook gezegd van, als je de kabel aansluit op je PS4-controller, moet het weg zijn. Ik heb dat gedaan, maar het zit er nog steeds in. Oké. Maar dat is wel heel apart eigenlijk. Dat is heel apart en dat vond ik ook best wel storend. Ja, over het algemeen is het geluidskwaliteit prima, maar je moet gewoon geen stille game spelen of geen stille radio's opzoeken. Trackmania Turbo is echt een goede game. GT Online vond ik echt een stuk minder. Dus het kan liggen aan de oudere games of iets. Maar voor shooters is die heel erg tof. Ik vond microfoongeluid, ik heb hem vorige week getest bij de stream en ik heb hem ook bij een paar keer online gamen getest. Ik vond die kwaliteit wat minder. Wat wel fijn is, je hoort jezelf terugpraten in die microfoon. Of ja, dat heb je tegenwoordig steeds vaker. Dat is fijn. En dan merk je van, ben ik aan het schreeuwen of niet? Ja, of dat is wel horen ze dat ik chips heel stiekem aan het eten ben. Of dat ik, maar de kwaliteit was over het algemeen gemiddeld. Het springt er niet helemaal uit. Nee, maar ik zie ook, het heeft ook geen noise cancellation. Want dan zie je vaak aan de andere kant zie je dan weer een extra microfoontje zitten, wat hij dan precies eruit probeert te filteren. Klopt, ja. Dat vind ik eigenlijk, want je hebt heel veel headsets. Bijvoorbeeld neem de HyperX Cloud 2 die we laatst behandeld hebben. €100 is die. En die heeft dan bijvoorbeeld wel noise cancellation op je microfoon zitten. Dus dat is, dan betaal je hier €139 voor. Heb je die ruis? Niet echt een hele wonderbaarlijke microfoonkwaliteit. Hij is wel weer draadloos natuurlijk. Dat is natuurlijk wel weer fijn. Oh, en opladen met een micro USB-tje vind ik persoonlijk. Dat is super relaxed. En hij werkt tot ongeveer 15 uur. Ik heb er inderdaad behoorlijk lang mee kunnen doen. En het opladen duurt wel weer even. Ja. Vooral de eerste keer, dus die doe ik helemaal leeg. En dan duurt het even voordat hij moet opladen, een paar uurtjes. Maar dan kun je wel even een stevig potje gamen. Ik denk dat je de PS4-controller dan inmiddels 3-4 keer hebt moeten opladen. Dus dat is wel heel erg positief. Er zit gewoon een oplaadbare batterij in. Ik heb alleen eigenlijk wel één laatste vraag en dat is eigenlijk het draaggemak. Want in hoeverre is hij fijn als je er ook echt daadwerkelijk 15 uur non-stop mee gamet? Nou, want ik moet zeggen, ook trouwens passieve noise cancellation hoor ik nu. maar ik moet zeggen, hij is heel snug, heel krapjes zeg maar. Hij probeert je hoofd echt samen te drukken. Als je wat groter hoofd hebt, dan merk je het al heel gauw. Wat ik vooral merkte, ook dat heb ik op moeten zoeken, want ik ben sowieso geen voorstander van headsets. Ik krijg van bijna alles op den duur last. En dat kreeg ik bij deze dus ook. Hij heeft vrij kleine oorschelpen. Hij sluit dus niet helemaal over mijn oren heen. En mijn oren begonnen al vrij snel zeer te doen. Dat heb ik dus ook. En als je ook een muts op hebt, dan kun je het al helemaal vergeten. Precies. Dan zit hij zo scheef eroverheen. Ja. En hij drukt inderdaad best wel op je hoofd. En dat vond ik eigenlijk al vrij, ik denk al zelfs na een uurtje gamen, kreeg ik daar echt al best wel last van. Een soort van hoofdpijn, een soort van druk. Is ook een smaakoverweging. Het is een smaakoverweging, maar ook dat heb ik opgezocht. En daar hebben wel meerdere testers het ondervonden dat die wat, dat het comfort wat minder is. Ja, nee, maar ik moet ook zeggen, als ik hier kijk naar die hoofdband, het is veel plastic, er zit weinig vering in. Dus het moet goed aansluiten op je hoofd. En anders dan is het niet dat hij een beetje naar jouw hoofd gaat vormen, zeg maar. Dus ik vind het schuifje vind ik ook niet helemaal, werkt ook niet helemaal soepel. Dus het is een twijfelgeval. Het is een medium segment. Je krijgt ook niet een mooie docking station erbij. Dat is een beetje waar ze volgens mij de besparing dat zit als goed is bij de duurste wel weer. Ja, nee, klopt inderdaad. Maar dus de 500p is dus,
139 euro en hij moet heel erg bij je passen. Dan heb je ook nog die ruis. Ik twijfelgeval. Ik vind het absoluut een twijfelgeval. Het is heel tof dat de presets op zitten, dat hij draadloos is. Je hebt weinig kabels, weinig gesleur. Hij gaat lang mee. Hij gaat lang mee. Absoluut. Op zich, het oorschelpen, het voelt allemaal zacht, maar ja, hij gaat op een gegeven moment klemmen. Ik vond het aansluiten en het instellen ging in het begin een beetje ongemakkelijk. Het is heerlijk dat er op de rechter oorschelp verschillende, draaibare volumeknoppen zitten. Potmeters voor de presets, alles. Kabeltje voor de controller. Ja, hij is voor diverse consoles en handhelds en voor de PC is die beschikbaar. Dus dat is allemaal wel positief, maar ja, het geluid... Hij heeft veel kanttekeningen. Geluidskwaliteitsmatig. Microfoon is niet helemaal top, inderdaad. Dus voor 139 euro adviesprijs is het, een afweging. Is het een afweging. Dan moet je echt even gaan kijken, is er vergelijkbaar iets? Kan ik iets beters vinden of iets fijner? Maar vind je hem bijvoorbeeld wel heel erg lekker zitten en vind je een ruis niet zo storend? Nou, of je speelt alleen maar games waar het mooi stil is. Nee, precies. Dan is het overwegen waard. Maar ik vond het echt een moeilijke... moeilijke headset. Zeker voor die prijs. Op een gegeven moment had ik hem... Ik had hem een tijdje op. Ik denk, deze headset. Ik wist de prijs ook nog helemaal niet. Oh, je had niet de prijs... Die ben ik pas later op gaan zoeken. Wel heel objectief. Dus... Dat je eerst gaat ervaren en dan pas naar de prijs gaat kijken. Dus ik dacht ook echt dat die best wel onder de 100 euro zou kosten. Maar draadloos kost flink. Dus eigenlijk zou ik zeggen, als je op zoek bent naar een net zo toegankelijke headset... die misschien in het geluid iets beter is, maar niet draadloos... dan kun je dus naar die Cloud 2 kijken bijvoorbeeld, van HyperX. Ja. Want die is dus gewoon 40 ekkies goedkoper dan niet draadloos... maar past ook op je PlayStation, Xbox, PC, alles... 7.1, nepse rank natuurlijk, zoals deze ook heeft. Dus, bij sommige games werkt het 7.1 wel heerlijk overigens. Dat is wel... het is natuurlijk virtueel, maar het is best wel... Het is wel DTS-X 7.1. Dat is wel weer een gerenommeerd merk voor virtueel 7.1 geluid. Dus. Klopt. Maar goed, het is best wel... Het is een toffe ervaring, maar het is een... moeilijke headset. Ik denk dat ik de duurste versie ook nog wel even ga testen. Kijken wat het verschil daar tussen is. Oh, Daan zit één keer bij Gamersnet Gear. Nu ben ik een expert. Geef me alle duurste dingen maar. 300 euro. Ja. Inderdaad. Nou ja, dit, dan zullen we Daan waarschijnlijk binnenkort wel weer terugzien met dan de 800 Elite. Dat is de 800 Elite? Ja, de 800. Elite 800. Oké, dit is de 500p, twijfelgevalletje. We gaan binnenkort ontdekken dan of de Turtle Beach Air Force Elite 800 een beter modelletje is. Ja, en voor nu, twijfel.